Er wordt nog wel eens negatief gesproken of geschreven over de jeugd. Niets nieuws, want de uitspraak "die jeugd toch van tegenwoordig", die kennen we allemaal wel. Het initiatief Social Brokers Leiden wil daar nu, door middel van een manifest, iets aan veranderen. Het manifest gaat over meer positiviteit voor de jeugd hier in Leiden. We merken dat heel vaak berichten en ook gesprekken gaan over de kant van jongeren waar het niet goed gaat of waar negativiteit in zit. En soms is dat ook zo, maar het is ook belangrijk om met elkaar veel aandacht te hebben voor die positieve kant. En via dit manifest roepen we eigenlijk mensen op om daar met elkaar aandacht voor te houden. Ook wethouder Roos van Gelderen zet haar handtekening in het manifest. Want wat haar betreft mag het ook allemaal wel iets positiever. Nou, in deze stad zijn we zeker positief over jeugd en jongeren. Maar je ziet dat we soms, als we het vertellen of als we het willen laten zien, dat het toch altijd de aandacht vooral naar het negatieve gaat. En het is mooi als je daar wat meer balans in krijgt. Maar gaat een manifest daar nu echt iets aan veranderen? Via dit manifest, wat nu gelukkig ook ondertekend is door de wethouder en ook op tafel ligt bij de wethouder, krijgen veel meer mensen het nog onder ogen en worden ze daardoor een onderdeel van dit gedachtegoed eigenlijk. Social Brokers blijven actief in Leiden. Elke week zijn ze in de stad te vinden.